Oeh, printplaat. Wat fijn. Wat leuk. Problemen. Dit is niet alleen maar een printplaat, er zit nog iets aan vast. Een Danfoss, wat is het, een DS1 of zo, joystick. Die is van de versnipperaar. En deze is van mijn hobby. En die heeft een probleem. Er blijft er één functie namelijk aanstaan. Dat is niet fijn. Dus ik zet dat ding aan. Ik ga op de stoel zitten. Want op de stoel zit een schakelaar van... Je moet op de stoel zitten, anders doet hij het niet. De vooruit, achteruit. Hij blijft dus vooruit gaan. Ook al doe je niks. Dat is niet goed. En ik ben erachter gekomen dat ik heb daarom ook een beetje in een doos liggen. Zodat het een beetje schoon blijft. Want die is verder een teringbende. Dat is... Ik heb het gemarkeerd. Deze. Die is het probleem. Dat is deze. Dit is hem. Kijk, zie je. Kijk, zo gaat hij naar voren. En als je naar achter... Nou ja, als ik de doos in de achtertijd, dan gaat hij nog dieper in. En is het dus allemaal... Nou ja, wat het ook zijn. Hall effect sensors of... nabijheid sensors of... Ik weet niet precies. Maar die is niet goed. En... die twee gele stekkertjes, die zijn dus van de assen, van voor het van de joystick zelf. En dat zwarte stekkertje is van deze. Oh, pas op, niet overal eens schuren. Deze. Dat is van de knikriek. Van de hobby. Van de verlengarm eigenlijk. Ja. En ik heb deze er even aangehangen. En toen deed het wel goed. En ik heb ook even met deze... Je zit te spelen met die stekkertjes. En dat deed het ook weer goed. Nou ja, tot op zekere hoogte. Dat viel niet helemaal mee. Maar goed. Maar ik kan het niet zomaar verwisselen. Want ik heb deze nodig. En... ja, dat valt allemaal niet mee. Deze joystick nieuw is een beetje... €1.500. €2.000. Net een beetje... Nou ja, dat is de prijzen die ik ongeveer kan vinden. Ik meen dat het €600 was, maar... Waar ik dat van heb, ik weet het niet. Hoe dan ook. Probleem. En ik heb een beetje zitten zoeken naar reparatie. En ik kan er niks van vinden. Ja, in Engeland geloof ik. Daar kan ik ze wel vinden. Maar. Ik wil ergens aan de gang. En ik zit een beetje te kijken naar. En ik heb bedacht. En het is ook wel logisch dat de basis hetzelfde is. Dus die assen van de joystick zelf. Dat is gewoon wel bij hetzelfde. En de aansluiting is trouwens ook hetzelfde. Dus het is een, nou ja, ik weet niet hoe het echt heet, maar... Een Sub-D stekker. Of in ieder geval een Sub-D aansluiting. Ik weet niet precies, maar zo noemen ze dat. Dus wat ik bedacht had... trouwens, dit is, hier staan maar twee knopjes op. Twee knopjes en die potmeter dus. Deze. En twee knopjes, dat zijn die twee. Kijk, die en die. Trouwens, hier ook een heleboel schakelaartjes aan de zijkant van dip om... Geen idee. Ik bedenk net, dat zou wel eens kunnen zijn dat je de draairichting omdraait daarmee. Zou kunnen, weet ik niet. Maar het zou kunnen. Hoe dan ook, dit is allemaal hetzelfde. Dus kijk, hier zie ik wel. Hier zijn een heleboel loze stekkertjes. Kijk, want je, daar is natuurlijk nog eentje voor nog een potmeter. Want je kunt zo krijgen met twee potmeters naast elkaar hier. En je kunt ze ook krijgen met 8 knoppen erop, want hier zitten nog 6 loze dingen. Kijk, er zitten 8 plugjes voor stek, knopjes. Dat zie je ook hier wel. Hier wel, kijk, hier zitten 4 op. En je kunt er nog hier al eentje onder krijgen. Nog 2 aan de zijkant kun je krijgen. En volgens mij ook 2 aan de achterkant. Of even denken. En volgens mij ook, nou ja, op allerlei plekken kun je knopjes krijgen. Volgens mij ook nog hier al. En misschien wel ook aan de ene buitenkant of zo, ik weet niet precies. Dus mijn idee is, ik pak de basis van deze, de assen van de joystick. En dan zet ik deze bovenkant, de handvat zet ik er bovenop. Op die dus. En dan moet ik dus even kijken of die schakelaars allemaal hetzelfde staan. En natuurlijk even allemaal noteren en goed foto's maken van hoe het origineel zit. En dan moet het in principe werken. Hoop ik. Ja. We zijn weer een stapje verder. Ik heb hevig aan testen geweest. En ik heb ook contact gehad met Hobbelman.
En die zeggen van, hey, het ligt waarschijnlijk aan de servo. Aan de, dus dat is de gedeelte tussen de... Er zit natuurlijk dat ventilo-loks in een stekkertje. En dat bedient... Daar zit een servo achter die die klep bedient. Hè? Dat die in en uit gaat. Net zoals bij een hendeltje. Dan bedien je die, dan bedien je dat klepje. En dat gaat deze nu met een elektromotor. Hij zegt van, nou, die joysticks zijn eigenlijk niet kapot, maar die servo's wel. Ik zou daar naar kijken. Die kost €500 zo'n beetje. €507 was, geloof ik. En ik denk van, ja, even, weet je, die vent, die heeft er wel verstand van, natuurlijk. Die hebben er wel verstand van. Ik weet ook wel dat er, stel servo's niet origineel zijn, dus daar gaan we eens even naar kijken. Maar ik was echt wel een beetje zeker van mijn zaak. Dus ik heb nog een keer getest met deze. Ik heb trouwens gemarkeerd, kijk, de H van Hobie. En dat is voor het achteruit. En dit is links rechts. En daar, die andere, dat is Ufkus. Links rechts, Ufkus, voor het achteruit. En ik heb dus getest met deze joystick. En toen deed alles het goed. Natuurlijk niet de knikkige arm. Maar toen heb ik dit stekkertje verwisseld naar die derde plek. Kijk. Dit, die met een zwarte streepje. Die heb ik speciaal opgezet natuurlijk. Omdat ik, zodat ik het kan onderscheiden. Die heb ik dus naar die derde plek gezet. En toen kon ik gewoon netjes met die met de links-rechts functie. Want dat is deze dus. Die zwarte is de links-rechts functie. Kon ik toen de knik bedienen. Of daar is de verlengarm. Dus, ik heb gelijk. Fijn dat ik gelijk heb. Minder fijn dat dit ding drie keer zo duur is als die servo. Hè? Maar, Allah. Dus ik heb die bovenkant nodig. Maar die doet het wel gewoon, die schakelaar. Dus dat boeit allemaal niet. Dus dat kan wel prima. En dan wou ik het gaan verwisselen. En mijn vader zei van, hey, zou je niet gewoon alleen dit ding verwisselen? Of eigenlijk, ja, voor het achteruit. Die verwisselen. En het ziet er ook uit als iets wat je kunt verwisselen. Dus ik ga die losdraaien. En dan gaan we meemaken. Nee, het is niet links, dat is links-rechts. Kijk, LR. Die is het probleem. Dus die ga ik eruit halen. Hopseka. Schroefje losdraaien. En dan hoop ik dat er niet 10.000 veren in zitten. En dat ik het nooit meer in elkaar krijg. Want ik vermoed dat het gewoon een, allemaal nabijheidssensors zijn. En dat die daar de weerstand ten opzichte van elkaar, dat die daar gaat rekenen van waar je moet zijn. Denk ik. Hoop ik. Is het natuurlijk, ik kan me zo goed voorstellen. Zit er natuurlijk eentje als het fout gaat, is er eentje naar het scherm te schreeuwen van, stomme zak, doe het niet. Maar ja, je kunt niet achteruit in de tijd schreeuwen. Dus het heeft geen enkele zin. Ron, als iemand er verstand van heeft, dan denkt hij waarschijnlijk van, oh, dit gaat niet goed. Oh. Ah, kak. Tering, tieten. Ah, Jesus. Over fout gaan gesproken. Mijn schroefje ligt nou tussen al die ijzerbenden. Takketering. Ik zag in ieder geval waar die heen ging. Och. Die stomme kloot. Och, reden. Hoe kom ik aan de cilinders? Die stangen. Deze is van de slootsmid. Misschien nog eentje van de slootsmid. Want die is twee keer kapot gegaan. Kijk, ziet er hetzelfde uit. Zie je dat? Ja, dat zal wel twee keer dezelfde zijn. En toen was ik nog dezelfde cilinder. Er zit links-rechts eentje, maar... Nou ja, doe maar. Deze... Geen idee. Dit is van mijn oude versnipperaar. Twee versnipperaars terug trouwens. Ik heb de hele kleren ding gereviseerd, nieuwe as erin en zo, want er zat speling op. Waardoor die niet netjes snipperde. En toen heb ik hem verkocht. Het is altijd zelf het liedje. En dit dan? Nee, dit is die as. Ja, dit is de as van de versnipperaar. Kijk, dit laatste stukje werd de hydromotor aangedreven. Waar is die dan van, die andere? Dat weet ik niet. Dat is het korte antwoord. Het lange antwoord is, dat weet ik echt niet.
auto hefwas van een John Deere 6610. Dan moet je gewoon even rond. Ah, kijk eens aan, ik heb hem gevonden. Oeh, ik wou erop blazen, maar er is een telefoon tussen. Dat was stom. Kijk eens aan, ik heb hem gevonden. Nou, die rotsen ruim een andere kibbel op. Zoals ik vaker zeg van alles. Hoppata. Oeh, mijn schroefdraaier. Nou, ik ben benieuwd. Nou hoop ik eigenlijk gewoon dat dit in onderdeeltjes die ze ook bestellen. Dat zou fijn zijn. Oeh, spannend. Ik voel geen veertjes of zo. Oeh, ik vind het heel spannend. Oh, kut. Schroefje eruit. Wegleggen. Ik denk dat ik die printplaat weg moet halen. Ik denk het wel. Dat is een beetje punt trouwens. Ik heb het allemaal gemarkeerd. Kijk, alles is losgekoppeld nu. Deze van die kant toe. En hij zit niet, kijk, dat is gewoon de geleidingen van die joystick. En deze zit er, nou, je kunt het wel zien hier hoor. Kijk, hij zit er gewoon bovenop geplakt. Met die boutjes. Kijk, daar sleufgaatjes. Dus als ik deze losmaak. En deze ook losmaak. En die andere een klein slagje geef. Dan moet die in principe loskomen. Hoop ik. Oh. Toch een paar slagen los. Ja. Kazan, die is los. Die gaat hier in de doos. Niet in die andere bende. Nou, waar waren we? Deze even aan de kant. Even aan de kant. Ja, er zit de V. Oh, ik ga hem eens recht houden. Hoort dat? Dat die ene onderbroken is? Misschien niet. Weet niet. Nou, aan de kant. En hier zitten dus wel veertjes aan. Kijk. Ja. Ik zit te kijken. Ik zie maar vier vegertjes en zes contactjes. En ik ben bang, als ik dit ga doen, dat het misschien wel aan dat ding ligt. Ik zou dat ding ook graag vervangen. Hey, die kun je eruit halen, maar het heeft denk ik niet zoveel zin, maar waarschijnlijk als je hem koopt krijg je gewoon compleet. Misschien ook niet, ik weet niet. Kijk, ik wil dit ding eens verwisselen, maar die zit dus... Ja, misschien. Nee. Ja, die moet ik dus verwisselen. En dat staat me eigenlijk niet zo aan. Misschien ligt het daar aan. Nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon die andere... Ja, dat lijkt me een startplan. Ik ga deze ook gewoon even losmaken. En ik ga kijken of ik het verschil zie. Ja. Om een beetje dichterbij te kijken en dan zag ik dat die geschroefd eraan zit. Zie je dat? Nou, het is toch niet, het zoomen er valt niet mee, maar... Oh, kijk eens aan. Dus ik heb er eentje afgehaald. Bij die andere. En deze natuurlijk. Dus ga ik het hele ding overzetten. Dat is dus mooi voor elkaar. Hoppa, ben benieuwd. Nou, het moment de waarheid. Het is een beetje onduidelijk, maar neem van mij aan, hij werkt. Hahaha, voor elkaar gekregen. Nou nog kijken of ik die onder een pak kan krijgen. Dat zou die allemaal.
open fixen. Hoppata! Kluk, 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 kluk. Ik heb dit stuk gesloten. Wat een gezeik was dat. Al het is, je kunt hier wel lekker zien. Maar je moet me maar geloven, want ik ga niet uitstappen. Want ik ben helemaal ik heb het koud. Ik heb last van mijn voeten, mijn vingers slapen half. En bah. In ieder geval, kijk, ja, je ziet daar al een beetje. Kijk, zo'n sinusvorm, wat tegenwoordig helemaal in de mode is. Nou ja, dat stond een best hoog riet. Nou ja, dan moet ik dus een stukje afmaaien eerst een beetje. Want als ik die afmaai, dan blijft hij in de bak liggen. Dan is het meer kort maaien. En dan proberen netjes op te pakken. En dan proberen die vorm een beetje in vorm te houden. Wat een gezeik. Maar goed, we hebben het voor elkaar. En we hoppelen weer naar huis toe. Toen was ik al een uur bezig, dus pas om 3 uur was ik hier al. En het is nu 17:50 en we waren net. Dus we hebben ruim 2,5 uur over gedaan. Dat valt wel mee eigenlijk. Dus ach ja. Aan de kant maar ruit dicht. Want het regende. Maar dan gaat het verrek echt met 5 minuten. Dan slaat hij. En ik heb hier de ventilatie en zo is het. En ik kan wel een kat van alles erop en eraan. Maar. Nou ja. En die standkamer die zit hier ook. Volgens mij doet het wel. Ja, dit is er aan de gaten, er gebeurt wat. Maar hoe het werkt, weet ik niet. Dus ja. Want die airco is helemaal pruts, want die werkt op de hydrauliek. En dan, dan merk je wel gelijk dat die machine doet als de airco aangaat. Dus dat is echt geen zak waard. Maar die stadkachel moet misschien maar eens even een keer fixen. Of als iemand weet hoe dat werkt, laat me vooral weten. Als die handleiding of zo hebt, ik hoor het graag. Want die mannen van Hobby, ik heb wel respect voor die vent, voor die mannen en zo. Maar, oh wat mag er, ik heb pas een berichtje gestuurd dat er iets kapot was. En hij zei van, nou, het kan ook dit zijn. Nou, dat is dus het eerste waar ik ervan gehoord heb. Toen zei ik van, nee, het is echt wel dit. En kun je het onderdeel leveren? En ik heb het daarna niet meer van gehoord. Dat vind ik niet helemaal. Daar ben ik niet wel blij mee. Maar doe maar. Ik heb het ding zelf bij Hobby ook gekocht. En ik had natuurlijk eigenlijk even moeten zeggen van, joh, geef me alle documenten die je hebt over het ding. Maar ja, doe maar. Het is wat het is. Oh, lekkere bende hier al. Waarom graaf ze geen grupje? Nee, dat hoort. Nou ja, doe maar. We hobbelen weg. Mijn vader is daar al. Die gaat de trekker wegzetten. Ja, de trekker op het pad inzetten. Valt al wel mee. Ik ben al bijna 5 minuten aan het rupsen. Nee, wel iets langer. Maar doe maar. Kwartiertje ben ik thuis. Hoppata. Nou, kijk eens aan. De eerste is klaar. Oh ja, die is wel klaar. Maar, hè. Kijk, er zitten nokjes om hem tegen te houden. Dat het niet open kan zwaaien als het onderste hek niet dicht zit. En oh, hier zit hier valt hij met je raam, dat komt gewoon uit. Kijk, hier zit nog los. Ja, dat dus. En dit zit er los in, daarom zit hij ook een beetje scheef, die heb ik iets lang gehouden. Dus. Laat maar. Nou ja, die komt ongeveer zo. We zien wel wat. En nou ja, dit is de eentje. Oh, deze moet trouwens ook nog aan, hè? Natuurlijk. Deze. Oh. Deze komt zo'n beetje zo netjes op de hoek. En ik had bekeken, dan moet die 4 centimeter van. Het tegenstukje moet zo'n beetje 4 centimeter aan het eind af zitten. Dus dan zal ik straks vastpikken en dan kunnen we het proberen. Kijk, maar deze houdt dus tegen dat hij eruit kan. Ik zal het er zien. Ik kan hem niet uitbeuren. Ja, als ik een beetje harder duw waarschijnlijk wel, maar. Maar hij is wel een beetje zwaarder geworden als ik hoopte. Idioot zwaar of zo. Ik denk dat de hele opbouw met elkaar een keer. 120 kilo bij elkaar of zo. Dus dat valt allemaal mee, maar ik wil hier een handvat maken. Dat ik hem met 2 handen kan opbeuren en erin hangen. Want dat is een beetje een zeur. Toen het raam. Het is niet gewicht, het is het raam. Je hebt geen houvast meer nu.
Ik heb er wel ingehangen, maar dat was misschien niet helemaal van harte. Nou goed. We zien wel even. Het is al wel een beetje meer werk als ik gehoopt had eigenlijk. Doe maar. Maar ik ben er wel blij mee. Er eentje. Qua laswerk, helemaal klaar. Ja. Is het waar? Nee, is niet helemaal waar. Maar wel vrijwel. Vrijwel. Altijd vrijwel, hè. Het is altijd maar even. En dat zijn mijn touwhaken. Ga je stiek haken, natuurlijk uit. Ja. Ik zat te kijken hoe ga ik het ding fatsoenlijk vastlassen. En ik had ook al gelijk door bij deze kant dat er een boging kwam. Hij ging een beetje zo staan. Dus ja, ik denk ik kan wel. Het is allemaal niet zo punt om dat op te lossen. Alleen, hoe krijg je dat? Hoe hou je dat goed? Dus uiteindelijk heb ik maar gewoon overal bij elk haakje een klein lasje gelegd op het ijzer. Op het plaatijzer. En dat ging niet helemaal vanzelf, want dat plaatijzer wil met je wegbuigen. Dus je moet er een beetje heen brengen. Hier heeft mijn vader gewoon even geholpen door op te gaan staan. Maar ja, toen ging hij er vandoor. Toen moest ik het zelf doen. En dat heb ik zo gedaan. Ideale zou natuurlijk zijn. Een lijmklem met een hele lange bek. Dat zou het mooiste zijn. Heb ik niet. Dus ik heb het zo gedaan. Oh ja. Die stak een beetje uit. En dan noemen ze dat in het Engels een mooie percussional diagnosis. Oftewel, er is een map tegenaan geven. Hey. Dat wil niet echt. Dat is beter. Het is niet dat ik een echte kloptang gepakt heb, maar ik heb mijn telefoon vast met rechts. En ja, ik ben rechts. Dus. Maar. Ik heb het netjes gedaan volgens de drie regels van gereedschap. Je kunt alles oplossen met het juiste gereedschap. Dat is regel 1. Regel 2. Een hamer is altijd het juiste gereedschap. Dan denk je, wat zit die vent te zeiken met zijn steeksleutel? Groot. 46. Maar dat is regel 3. Je kunt alles gebruiken als hamer. Dus ja. Ik kom er altijd wel. Die wijs ik een beetje naar binnen. Weet je wat ik moet doen? Ik moet zoiets hebben, een gaatje. Dat is makkelijk. Een beetje ombuigen. Nou, doe maar. Als je denkt van, gut, dat laswerk lijkt nergens op. Ja, ik doe mijn best, maar ik ben geen lasser. En ik heb ook niet per se die ambitie. Het is wel, wat ik zei, een zwaar lerp geworden. Want, leerde kreeg je het amper te beuren in je eentje. En dan zit ik een beetje te rekenen van dat ijzer. Ik had dus bedacht 1 mm. Maar ik heb nu 1,5. Waarom? Die plek waar ik het gehaald heb, die geleefd heeft, had geen 1 mm. Dus ja. En ik vond het niet zo erg, want met mijn laskunsten is 1,5 mm las al knap lastig. Dus nou ja, doe maar. Lastig. Grappig. Maar ik zat even te rekenen. Soortelijk gewicht van ijzer is 7,5 of zo? Nou ja, 7500 dus. Of 750, hoe noem je het nou? Nou, in ieder geval, hè? 7,5. Dus, of 7. Dus zeg maar 7,5 kilogram de liter. Ja. En, kijk, dat is ook een mooie, dat bedacht ik pas. Hoe reken je nou makkelijk om hoeveel liter een paneel is? Nou, dat is mooi, want daar hebben we die Belgen aan te danken. Weet je wat Belgen. Weet je, hier zeggen we van er is zoveel millimeter regen gevallen. Hè? En wat zegt die Belgen? Er is zoveel liter regen gevallen. En dat is hetzelfde per vierkante meter vanzelf. Dus een millimeter plaatijzer per vierkante meter is een liter. Dus zeg maar 7,5 kilogram. Dit zijn platen van 88 bij 1,44 geloof ik. Als ik het goed heb. Nou ja, zeg maar dus 1 bij 1,5. Ruwweg. Dus dat is 1,5 vierkante meter. Dus als je dan 1 mm hebt, dan weegt dat iets van 12 kilogram. En als je 1,5 hebt, weegt dat zeg maar 18 kilogram. Dus op dat hele ding, nou keer 2 dan, hè, het zijn 2 platen. Dat scheelt dus iets van
12 kilogram op dit ding. Ja, dat is wel veel, maar weet je, op de hele wagen, dat maakt het allemaal niet zoveel meer uit. Dus ja, het is een beetje sun dat kledingen met de beuren is. Weet je, idealiteit zou je kledingen natuurlijk van aluminium maken. Dat scheelt dan een heleboel. Dat is volgens mij, wat is aluminium soort luchtgewicht? Iets van 4? Zoiets? Helft van ijzer ruw weg? Ik weet niet. Ja, dat zou een heel stukje, dat zou natuurlijk een heel stukje lichter zijn. En dat scheelt ook als je gaas gebruikt in plaats van plaatijzer. Ja, ik had wel graag 1 mm gehad. Moet het eens even wat het is? Doe maar. Maar het hele lerp weegt een kilootje of 50. Dus de hele opbouw weegt zometeen 250 kilo. Ja, ruw weg. Heel ruw. Heel ruw. Zeg maar 250 kilogram. Nou ja, weet je, het is een 3 ton wagen. Dus ja, gut, wat zit je over te zeiken, hè? Klang. Dat is trouwens 46. Is de maat om die eindmoer van een Lely Maaibed aan te draaien. Of los te draaien, wat je wil. Vandaar dat hij ook een beetje krom is. Ik heb er een pijp op gezet. Dat is trouwens wel goede shit, hè. Dat is een mooie DDR-sleutel. Nee, je kent het wel als DDR, Deutsche Demokratische Republiek. Als je in de naam van je land moet zetten dat dit democratisch is, dan moet je nog eens gaan twijfelen of die democratisch is. Weet je, net als het PRC, People's Republic of China, dan zal er wel niet zo heel veel, zullen we niet zo heel veel mensen geven. En Noord-Korea, die noemt zichzelf ook democratisch. Ja, nou ja, doe maar. Wederom een detail over het hoofd gezien. Kijk, dat. He, snappen we het? Die komt dan zo. Maar, ja. Daar heb ik iets over het hoofd gezien. Kak. Hoe gaan we het oplossen? Zo. Dan moet je wat hoger nog, want komt dat ding tegen. Stom is dat. Ik denk dat dat wel de makkelijkste manier is. Maar ja. Shit. Het zal moeten, ben ik bang. Problemen. Dit is cilinder van de Hobby. En ik had. Dit is van de verlengstuk. En ik had het probleem dat hij niet meer lekker wou bewegen.